Zo, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van IJspiratie. En deze keer ben ik ook alleen. IJspiratie on tour. En Joska die heeft een aantal yogalessen waar ze niet onderuit kon. Dus ik zit hier nu even alleen. Nou ja, alleen is het ook niet, want ik zit niemand minder dan Isabel Verteres. Ja, leuk. En ja, van harte welkom. En het is wel ontzettend leuk, want ik heb voor de mensen die denken wie is Isabel, nou dat ga je zo meteen allemaal horen. Maar Isabel... haar verhaal triggerde mij al een paar jaar geleden, want je ging van anorexia naar voor mij kampioen bankdrukken. Ik dacht van, yo, wat een verhaal. Dus ik heb toen jouw e-book gedownload, onlangs jouw boek gelezen. Super mooi boek en echt heel inspirerend, mijn hele verhaal is inspirerend. Toen kwamen we met elkaar in contact, want we hebben een aantal gemeenschappelijke kennissen kwamen we achter. We zeiden, nou, we moeten een podcast gaan doen. Ja, dus, ja superleuk. Ja, Isabel, welkom. Dankjewel. Ja. Ja. En we zitten hier, nou ja, niet helemaal, er zit nog een hele mooie, ja, Maikoen heet dat, hè? Ja, de kat. Ontzettend mooi, hij is hartstikke lief, hij is heel groot, hij ziet eruit als, met het formaat van een tijger. Dit is alles in één, ze gaat ook achter je aanlopen buiten, ze is ook een beetje een hondje. En, echt super joh, dus ik heb helemaal zin in, ben helemaal een weesp. Ja, en dan gaan we straks ook nog even het koude water in natuurlijk. Even dippen, dus dat moet helemaal goed komen. Maar Isabel, even een hele introductie, maar ik dacht, ik kan hetzelfde, wat doe je zoal in het dagelijks leven? Want je doet genoeg. Ik doe veel inderdaad. Ik train veel. Ja. Dus ik train nog bijna elke dag. Ook al doe ik niet meer mee met wedstrijden op hoog niveau. Ik maak graag muziek. Dus je ziet hier een piano staan of een keyboard. Een hele grote box met microfoon en ik zing ook graag. Dus dat is iets wat ik ook graag doe in het dagelijkse leven. Lekker naar buiten gaan, wandelen, wielrennen. Maar natuurlijk ook een eigen bedrijf waarin ik mensen help met hun mindset. Ja, want dat zag ik. Jij doet, hoe zeg je dat eigenlijk heel mooi voor topsporters. Ja, ik gebruik zeg maar de principes vanuit de topsport en de kennis vanuit de psychologie om het brein van mensen eigenlijk te trainen. Dus het zijn vaak mensen die wel sportief zijn, maar niet per se met de sportieve doelen, maar juist met de doelen daarbuiten, zakelijk en privé, om zo topprestaties te gaan leveren. Nou, dat doe je heel succesvol en mensen die denken van Isabel, nou er zit hier echt een bonk spier tegenover mij. We hebben net even gehoord wat jij aan bankdrukken doet. Nou mensen, ik kom niet eens op de helft. Je ziet het niet eens, hè? Ik heb nu wel een lange shirt aan als ik in de zomer met een hemdje loop. Ja. Ik hoorde jou ook over reizen, ik hou ook heel erg van reizen. Dan zit je in een hostel te werken en dan ga je ergens zitten en dan zie je echt allemaal mensen zo naar kijken van, ik kom hier binnen. Het is zo, nou, je moet echt ook even Isabel op de Instagram opzoeken, dan zie je foto's ook. Joh. Het is echt, respect, want ik ga ik natuurlijk heel stoer praten. Ik ben natuurlijk ook elke dag in de sportschool. Ik weet gewoon hoe moeilijk dat is en hoe zwaar het is en wat voor discipline je ervoor moet hebben om dat allemaal te doen. En mannen hebben natuurlijk hun fysiek nog iets meer mee dan vrouwen. Ja. Dus als vrouw moet je eigenlijk bijna twee keer zo hard voor werken om dezelfde kilo's te kunnen tillen. Ja, precies. Want een wedstrijdje handje drukken ga ik niet doen. Dat weet ik nu al wie de winnaar wordt. Maar je hebt een ontzettend mooi verhaal. En dat begint eigenlijk best wel tragisch. Hè? Anorexia. Kun je ons meenemen in jouw hele geschiedenis? Ja, zeker. Ik denk dat ik op hele jonge leeftijd al bezig was met thema's waar de meeste mensen pas mee bezig zijn als ze halverwege hun leven zijn. Dus op de basisschool was ik al bezig met wat is de zin van het leven en hoe zou het zijn om dood te gaan. En waar andere kinderen nog op het plein aan het spelen waren, maakte ik me al druk om de mening van anderen. Dus ik merkte daarin dat ik niet echt de aansluiting vond bij mijn leeftijdsgenoten. En dat ik denk ik ook gevoeliger was dan de meeste mensen, maar ik had van mijn ouders niet echt meegekregen hoe je om moet gaan met emoties. Het moest altijd leuk en gezellig zijn en er lag heel veel focus op prestatie. Dus op een gegeven moment kwam ik in de puberteit en toen werden die emoties nog heftiger en ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. En in dezelfde tijd, toen door de sport, omdat ik toen ook op hoog niveau turnde, kwam ik wat kilo's aan, zat ik minder lekker in mijn vel en had ik op 1 januari besloten om af te gaan vallen. En in tegenstelling tot de meeste mensen die in 2 weken weer terugvallen in de oude patronen, was ik er heel erg goed in. En dat gaf me een onwijze kick en een onwijze focus en ik merkte dat... en ik wil het niet verheerlijken natuurlijk, maar dat op het moment dat je daarmee bezig bent, dat al die andere dingen er even niet meer zijn. Dus als ik maar een x-periode had gefietst op een dag, een x-calorieën had gegeten, nou ja, als mensen me dan niet zo aardig vonden of als ik dan minder lekker in mijn vel zat, dat voelde ik allemaal niet meer. Zo. Dus toen ging het ook heel hard. Dus ik ben in een half jaar tijd toen meer dan 30 kilo afgevallen. Zo. Dus ik was minder dan de helft van wat ik nu ben. Ik
kan me zo niks meer voorstellen. Ja, door mijn been gaan ze even de helft en dat was daarover. Ja, dus aan de ene kant is het vreselijk dat het zo hard is gegaan. En aan de andere kant, je werkt natuurlijk ook in de zorg. Pas als je ziek genoeg bent, dan word je geholpen. Ja. Dus het betekende gelukkig wel, omdat ik op het randje van de dood was, dat ik direct hulp kreeg, dat ik opgenomen werd en dat ik ermee aan de slag kwam, kon. En dat het daardoor niet jarenlang heeft geduurd. En dat zag ik ook wel bij andere meiden die er al jarenlang mee struggelden. En die daar eigenlijk nooit meer vanaf kwamen. Ja, dat anorexia is natuurlijk gewoon, dan voor je überhaupt dus, op consult of een intake mag komen, dan ben je een paar maanden verder. Vreselijk. Ja, en dan is het eigenlijk al heel ver. Denk ik, jongen, waarom is het allemaal zo moeilijk? Ja, en als je niet licht genoeg bent, dan krijg je niet eens een diagnose anorexia. Ja. Want ik wist al heel snel dat ik niet goed bezig was, want had ik nog een gezond gewicht. Ja. Dus toen ging ik naar de checkboxjes kijken. Dacht ik, ja, ik ben niet ziek. Nee, nou, dan nog maar wat minder. Dan nog maar wat minder, maar misschien word ik dan wel geholpen. Ja. Nou, en uiteindelijk, je wordt geholpen. En nou ja, het ging natuurlijk ook een beetje met op en neer. Ja. Maar ergens ging toch die knop om. Ja, die knop ging denk ik al om toen ik hulp kreeg, want ik wilde echt heel graag. En toen had de arts mij een soort van toestemming gegeven om te eten, want ik mocht dat niet van mezelf. Toen zei ze, oké, ga maar eten, ga maar aankomen. En dat ging toen wel goed. En toen kwam ik in die kliniek en toen waren er allemaal meiden die niet wilden. En ik had, ik weet niet waarom, het beeld dat iedereen super gemotiveerd daar zat. En heel graag wilde deelnemen aan het leven. En dat wilden ze juist niet. Dus die waren zichzelf gigantisch aan het saboteren. Ja. En ik ben wel een beetje competitief. Dus toen dacht ik, ja, wat jullie kunnen, dat kan ik beter. Dus toen ging ik weer afvallen. Ja. En toen was ik een maand lang afgevallen op rij. En toen had ze gezegd, ja, als je de volgende keer weer afvalt, dan moet je eruit. Toen dacht ik, oh, oeps, dat is niet de bedoeling. Want ik mag niet naar school en dan mag ik ook niet meer daar naartoe. Dus toen ging de knop wel om, dat ik dacht, oké, ik zit hier met allemaal meiden die zichzelf aan het saboteren zijn. Volgens mij moet je hier gewoon zo snel mogelijk weg. Ja. Dus er lag heel veel focus op de kilo's. Dus als ik een gezond gewicht had, mocht ik weg. Dus ik begin gewoon als een malle aankomen. Ja. En toen na een paar maanden mocht ik de kliniek weer uit. Maar toen begon eigenlijk pas het hele proces. Ja, ja, want nou ja, niet zomaar een proces. En laten we gewoon eerst eens richting je lichaam gaan. Je werd gewoon kampioen bankdrukken. Je had alles kunnen doen. Je kon gaan hockeyen, je kon voetballen, Merco's bankdrukken. Ja, dat is natuurlijk ook niet van de een op de andere dag gekomen. Want in de tijd van mijn eetstoornis deed ik nog aan turnen. Ja. En ik merkte op een gegeven moment dat ik niet zo heel veel vooruit meer ging in de turnen. Dus toen ging ik kickboksen. Maar bij het kickboksen vond ik echt totaal anders. Afstand hier voor. Ik ben heel lief hoor. Ik vond het heel moeilijk om mensen te slaan. Dus als ik mensen sloeg, ging ik elke keer sorry. Oh. Dus het was niet mijn sport. Maar ik vond het krachttraining heel leuk. Dus toen ben ik in de sportschool beland en ik vond het bankdrukken leuk en het squatten en de deadliften. Ja. En toen zeiden ze op een gegeven moment tegen mij, Isabel, moet je niet gaan powerliften? Ja. Toen dacht ik, nee, want daar krijg je hele grote spierballen van en dat wil ik helemaal niet. En ik was al best wel gespierd in die tijd. Powerliften is bankdrukken. Powerliften is inderdaad bankdrukken, squatten, deadliften. Ja, dan lig je op zo'n bank en dan zit zijn gewicht boven en je druk je omhoog. Ja, ja. Ja, dat is heel onnatuurlijk eigenlijk. Ja. Of dat er een gewicht in je nek ligt en die moet je omhoog gaan tillen. Dat is, ja, best wel heftig. Ja. Maar goed, ik had best wel veel belemmerende overtuigingen daarover. En het was een sport met gewichtsklasses. En ik had nog heel hard de overtuiging van de mensen, vooral mijn omgeving, van je moet eigenlijk niet te veel meer op de weegschaal staan en daar niet mee bezig zijn, want dan ga je terugvallen. Ja. Dus ik ben toen eerst meer aan mijn mindset gaan werken en wel wedstrijden mee gaan doen voor de lol, maar nog niet echt gericht ervoor gaan trainen. En ik had best wel veel talent ook, omdat ik sportief was, ook al in de sportschool veel bezig was. En toen mijn mindset ook nog sterker was, toen lukte het me om daar 100% voor te gaan en gewoon lak te hebben aan wat er allemaal met je lichaam gebeurt of wat mensen daarvan vinden of dat soort dingen. Mindset is gewoon alles. En hoe heb je dat gedaan? Ja, verschillende manieren. Dus ik heb een half jaar samengewerkt met een mindset coach en daarna een jaar nog voor haar gewerkt. Ja. Boeken gelezen, podcasten geluisterd, maar vooral in actie komen. Dus doelen stellen, mindset oefeningen doen, uit de comfortzone gaan. Net zoals dat ik al inging met het afvallen, ging ik ook al in op mindset. Ik dacht, ja, dit is het gewoon, dit is magisch. En mooi is dat ook, hè? Ja. 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 Ja, dat zie je ook gewoon als je bij jou weer hebt, allemaal boeken en gewoon. Ja. En je ziet nog niet eens, achter jou ligt een meditatiekussen en ik heb boven een spijkermat liggen. En deze locatie is ook uitgekozen zodat ik dicht bij het koude water ben. Ja. Dus het is heel veel geïntegreerd in mijn leven. Dus is op dat manier ben je met die kou begonnen? Want jij doet ook echt ijsbaden. Ja. En je hebt hier een prachtig water om de hoek. En op een gegeven moment ben je ook dat gaan toepassen? Ja, dat is. Ik was al eerder begonnen met koud douchen. Dat was nog in de tijd dat ik fysieke coaching had. Dat mijn coach zei, ga maar elke dag koud douchen. Maar ik had niet zo heel veel instructies van hem gekregen. Dus ik merkte, oh, maar ik vind het helemaal niet fijn. Dus dat ga ik helemaal niet doen. Dat is heel vervelend. Hij had me ook niet geleerd hoe je dat met ademhaling onder controle kon krijgen. Dus toen weer een tijdje gelaten.
En toen ging ik een eigen podcast starten en interviews doen. En ik had iemand die ik heel graag in de podcast wilde hebben. Isabelle Verteres podcast. Ja. Heel leuk trouwens, luister dat zeker. Ja, en toen had ik hem een bericht gestuurd via Instagram. Van joh, laten we samen podcasten. En hij zei, joh, is goed. En ik zie ook dat je kampioen bent in powerliften. Dus dan wil ik ook met jou trainen. En ik heb ook een sauna, dus dan gaan we dat doen. En ademhalingsoefeningen. En ik heb een hot tub staan, die is omgebouwd tot ijsbad. Dan gaan we daar ook in. Dus ik heb gezegd, ja leuk, nee, je moet jouw gezicht ervoor zien. Maar wel gedaan, dus toen heb ik weer koud geduscht als voorbereiding. En toen had ik dat ijsbad gedaan en toen dacht ik, oh dit valt eigenlijk wel mee. Ja. En toen dacht ik van, ja ik kan het wel één keer doen als een soort challenge, maar daar geloof ik niet in. Ik kan het veel beter dan regelmatig gaan doen. Ja. Dus in de coronaperiode ben ik daar bijna dagelijks door de week gekomen en heb daar ook een hele tijd gewoond. Omdat de sportscholen dicht waren en hij had daar een home gym. En dan kwamen we daar met Jack en Janneke van der Meulen en andere topsporters om daar dan te trainen, de sauna in te gaan en het ijsbad in te gaan. Oh, en ik ben dat dus veel meer gaan integreren, ook in mijn eigen leven. Dus een ijsbak gekocht, zodat ik dat thuis ook kan doen. Ja. Deze locatie dan gekozen, zodat ik dat kan doen. Ik doe het ook met mijn eigen klanten, om dat echt als meer als een spiegel te gebruiken, het ijsbad. Ja, precies. Want nee, je zegt het al heel mooi, als een spiegel voor je klanten, wat zie je? Dat zien zij. Ja, dat hoe je iets doet is hoe je alles doet. Ja. Dus ik doe het voor mijn klanten, maar ook voor bedrijven. Ja. En wat je bijvoorbeeld ziet, ik heb één keer iemand gehad, dat was een eigen klant die bevroor letterlijk. Dus die had haar voet nog niet in het water gezet, maar die wilde erin en die bevroor. En dat was ook iets wat ze in haar dagelijkse leven deed. Dat als ze spannende dingen moest doen, dat ze daarvan wegbleef en overwhelmed raakte en dan niks meer deed. Of ook wel mensen die gaan vechten. Ik heb iemand gehad die heeft echt 2 minuten lang in dat ijsbad zitten vechten tegen die kou. En ook daarna in gesprek gegaan van joh, waar doe je dat nog meer? Nou, die was tegen alles wat stom was ze keihard aan het vechten. Ja, ja. Dat werkt natuurlijk niet, dan loop je gigantisch op leeg. Ja. Of mensen die dan in hun hoofd gaan zitten als ze de kou ingaan in plaats van het maar even te voelen. En vandaag de dag zie ik ook dat er heel veel wandelende hoofden zijn. Mensen die dan alleen maar aan het nadenken zijn in plaats van aan het voelen. En dat merk ik bij mezelf ook hoor, elke keer als ik het ijsbad inga is weer anders. Ja. De ene keer gaat het heel makkelijk en de andere keer wat moeilijker. Ja, nee, ik sluit me helemaal bij aan. Bij ons ook gewoon de ene dag is niet de andere. Nee. Nou, we doen ook de ijsbadworkshops, maar je ziet ook gewoon de ene stap erin is ontspannen, de andere is echt compleet aan het vechten, de andere. Het is allemaal verschillend. Dus ja, het is gewoon echt heel leuk om te zien. Ja, en vooral ook als het dan gedaan is en dan de euforie en de overwinning. Ja, ja echt super. Hé, hey, we gaan nog even naar die, dan gaat het gewoon weer bang terug. Jij wordt op een gegeven moment kampioen, maar hoe heb je dat zo opgebouwd? Want dat is natuurlijk niet iets wat je in een week doet. Nee, helemaal niet. Want ja, ik heb dat als ik gewoon iets meer kilo doe, dan voel ik dat meteen al bij mijn handen. Dat is hartstikke zeer. Ja, dat is denk ik met alle doelen die je wil bereiken, dat als je dat veel te hard doet, dan raak je geblesseerd en dan val je terug in oude patronen. Dus je moet dat in hele kleine stapjes doen. Ja. Dus ik ben echt samen met een coach gaan zitten en hebben een schema gemaakt hoe je elke week 1% sterker kan worden. Ja. En niet alleen in de kilo's, maar ook in je techniek om dat aan te scherpen en met je ademhaling aan de slag te gaan en je spanning en stretchen. En voordat ik dus die 110 kilo kon tillen, ben ik wel 1,5 jaar bezig geweest met elke week, bijna elke dag trainen. Dan teur je gewoon mij nog maar de helft weer. Dus, ja. Als je dat gewoon zo voor je ziet, dan denk ik zo. Ja, als je een pakken melk bijvoorbeeld zou gaan uitdrukken, dat is moeilijk voor te stellen. Ja, precies. En ik kijk zo naar, ik zie echt allemaal fruit en nou echt, je wordt er bijna helemaal hebberig van. Je krijgt wel wat mee straks. Ja, yes. maar ja, je moet dan, om zoveel aan te komen, natuurlijk een heel ander dieet. Dat viel mij eigenlijk wel mee. In mijn powerlift-tijd dacht ik nog dat ik kip, rijst en groenten heel veel nodig had. Dat had ik ook veel eigenlijk. Ja, dus dat deed ik toen heel veel. En nu ik meer onderzoek ernaar aan het doen ben, ben ik er wel achter dat dat niet in overeenstemming is met onze anatomie. Nee, dus het kostte mij heel veel energie ook om zoveel eiwitten te eten. En ik was vaak moe, hoofdpijn, weinig focus. En sinds een jaar ongeveer ben ik juist meer plantaardig gaan eten en vooral heel veel fruit. En als ik een banaan eet, kan ik direct gaan trainen. Terwijl als ik een bakje met kip, rijst en groente heb gegeten, dan moet ik minimaal 1 uur wachten. En als ik dan flink ga trainen, dan komt het gewoon weer omhoog. Ja. Dus ik ben mijn eetstijl ook gaan aanpassen. Ja, precies. Maar hou je er nog wel voldoende eiwitten binnen om zo gespierd te blijven? Als je ziet het. Ja. Ja, nee. Ik heb ook een hele tijd een dieet gedaan met 200 gram eiwitten per dag. Maar dan raak je nieren gewoon vergiftigd. Ja. Ik denk dat ik nu ongeveer 1 kilo per kilo lichaamsgewicht 1 gram eiwit binnenkrijg. Dat is op
principe meer dan voldoende. Ja. En je lichaam is ook een magisch ding wat zelf eiwitten kan aanmaken. Dus de enige eiwitten die we niet kunnen aanmaken zijn de essentiële aminozuren. Dat zijn er 4. En de overige kun je zelf aanmaken. Ja. Dus het, van een banaan kan mijn lichaam spiermassa aanmaken. Ja. Oh, ja, we hebben weer wat geleerd. Ja. Ja, want is dit ook iets wat jij met je klanten doet? Want ja, je hebt best wel veel kennis en natuurlijk al net hebben gezeten. Oh, ja, je weet zeker waar je het over hebt. Ja, ja, ik heb van heel veel dingen kennis. Dus dat is ook de reden dat ik op verschillende vlakken coach. Dus zowel je body, zowel je mindset, je relaties, maar ook je bedrijf of je werk. Maar ik zal mensen nooit advies geven wat ze moeten doen. Dus ik zeg niet, oh, je moet dit doen. Maar ik wil ze wel de mogelijkheid laten zien. En als mensen bij mij komen, dus als je met mij 1-op-1 werkt en je hebt dus een beginnersdag, dan krijg je ook alleen maar de producten voorgeschoteld waar ik achter sta. En dan merk je wat dat met je doet. Ja. Nou, reken maar, dan gaan mensen snel om. Ja, hè? Ja. Oh, wat super. Ja, wanneer ben jij echt begonnen met Isabella Viteris? Want je bent nu echt wel een merk geworden. Je zit jezelf ook echt als merk in de markt. Nou, dat is natuurlijk goed. En wanneer dacht je van, hé, ik heb nu zoveel talent, kennis, ik ga hier wat mee doen. Ja, dat was eigenlijk na het Europees kampioenschap. Dus ik stond daar op het podium, gouden medaille. En toen dacht ik, ja, ik kan... Wanneer was dat? 2018. Ja. Toen was je gewoon kampioen. Ja, maar ja, wat doe je dan? Ga je dat nog 10 keer doen? Patatje eten. Patatje. Ik ben inderdaad toen bij de Burger King gegaan en patatjes gaan eten. Maar toen kwam ik thuis in Nederland en toen snel... ik was wel ingeschreven bij de KVK en toen had ik alleen nog een webshopje bij bol.com. Want ik had een masterclass daarover gevolgd. Ja. En was ik dat gaan doen. Maar toen dacht ik, ja, ik heb nog veel meer talenten. Ja. Dus ik ben eerst vrouwen gaan coachen om fysiek sterker te worden. En dan combineerde ik voeding, training en mindset. En uiteindelijk merkte ik dat zij zoveel progressie boekte. En dat ligt niet aan mijn geniale schema's, want zo nuchter ben ik wel, daar zit het er niet in. Maar vooral in de mindset waar ik heel veel aandacht aan besteedde, wat andere coaches niet deden. Dus toen heb ik dat eruit gepakt en ben ik daarin gaan specialiseren. Dus ik denk een beetje sinds april 2019 dat ik mijn eigen brand meer ben gaan neerzetten. Ja. En dat is zich ook gaan ontwikkelen. Dus eerst sprak ik over mindset. En nu heb ik dat meer omgevormd tot topsportmentaliteit, omdat ik dat nog meer durfde ownen dan in het begin. Ik vond het in het begin nog wel spannend om over mindset te spreken, want ik was eerst heel lang een post over powerliften en dan ga je ineens om naar wat anders. Ja. Dat moet je toch even een switch maken. Ja, 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 ik heb daar ook nog wel berichten over gekregen van mensen die zeiden, ja, ga maar gewoon weer posten over gewichten optillen, want dit vind ik helemaal niet leuk en het is veel te zweverig en noem maar op. Ja. Ja, maar ja, dat ben jij. Ja, dit is gewoon wie ik ben en het ging me zo makkelijk af om daarover te delen en ik combineerde het ook allemaal. Ja. En nou ja, dat is best wel succesvol geworden. Ja. Want je doet dat niet meer alleen, je hebt al mensen in dienst die dingen voor je doen. Ja, een team van 8 inmiddels. Ja, kun je ons gewoon eens meenemen in hoe een week of een dag van jou er nu uitziet? Want, best wel interessant, ik weet er een beetje van, maar ik stel me zo voor dat je heel veel powerlift, piano speelt. Ja, ik maak dagelijks muziek, ik train bijna dagelijks, ik eet 10 stuks fruit minimaal per dag. Maar mijn week begint zondagavond, dan maak ik de planning voor de hele week. Die schrijf ik uit op papier vanuit mijn digitale agenda en dan weet ik ook een beetje hoe het eruit gaat zien. Dan kan ik dat visualiseren, plan ik ook mijn trainingen in, plan ik ook andere afspraken in, buitenwerk om. En ik heb daarnaast ook gewoon hele strenge regels voor mezelf op welke tijd ik bijvoorbeeld werk. Of wanneer ik pauze hou of hoe ik wil dat eruit ziet. Ja. En dan is de week eigenlijk heel verschillend. Ik heb vrijdag vaak klantdagen fysiek, klantgesprekken door de week, podcastinterviews, zowel voor mijn eigen kanaal als natuurlijk voor andere kanalen. Ja. Maak wekelijks 2 video's op YouTube, post bijna dagelijks op Instagram, schrijf mails voor mijn maillijst en ik stuur natuurlijk het team aan. En dan de 1-op-1 klant heb ik nog gesprekken mee tussendoor. Ja, precies. En ik zie ook piano spelen, daarmee begonnen, even een saai vraagje. Toen ik 6 was. Ja, ja. Dat moest van mijn ouders doen. Dus ik heb 10 jaar klassiek gespeeld en toen gestopt met les en toen 4 jaar ook helemaal niet gespeeld. Ja. En later weer gaan oppakken en vooral nummers gaan spelen die ik heel leuk vind. Ja, dus dat is vooral popmuziek. Ja, en ik zie, volgens mij heb jij ook een aura ring. Ja. Dus we hebben dezelfde ook wel zo'n... Dus, de mensen denken, wat is nou een aura ring? Dat is een beetje aura. Nou, nee, ook niet. Maar dat is dus met name ook om je slaap te meten. Slaapbeweging, herstel, om alles te monitoren. Ja. Ik heb ook een tijdje een Garmin gehad, maar die vond ik minder accuraat. Dus ik ben nu overgestapt op de Garmin. Ja. En zo ben ik, ik laat ook bijvoorbeeld eens per jaar 1B-testen doen.
om te kijken hoe het met je bloed zit. Ja. Dus zo ja. Helemaal alles onderzoeken. Super, want ben je veel met je slaap bezig? Hoe is dat bij jou? Want volgens mij sta jij ook vroeg op. Ja. Dus we hebben Jack in de uitzending gehad, daar ben je ook heel close mee, goed mee. Nou, Jack is altijd wel, maar die is wel extreem vroeg. Die is extreem. Dan denk ik, nou oké. Nee, ik heb hem ook in de podcast gehad en ik spreek er ook wel eens over met klanten. En die denken dan, oh, ik moet ook een avondroutine doen van 2 uur. En dat ook allemaal doen. En dat is denk ik ook niet de essentie van zijn boodschap. Maar vooral om te kijken van, wat kan je er voor jezelf uithalen. Ja. En zo heb ik ook die gesprekken met hem beleefd. Dus ik kijk gewoon van, oké, wat kan ik daar voor mezelf uithalen. Dus ik doe wel een aantal dingen ervan. Mijn slaap vind ik supergoed. Ja. Ik sta inderdaad graag vroeg op. In de zomer meestal om 5 uur, in de winter tussen 6 en 7 ga ik op tijd naar bed, liefst voor 10 uur en op tijd ook stoppen met de schermen. Ja. En dan ga je vanzelf wel, kijk, in het begin werkte ik echt nog wel met routines, omdat als je iets eigen wil maken, dat de routine kan helpen. Maar als het een gewoonte is, heb je die routine niet meer nodig. Dus als ik om 7 uur achter met mijn telefoon stop, ja, dan ga je vanzelf lezen, rekoefeningen doen, een rondje buiten wandelen, een beetje in huis scharrelen. En op een gegeven moment geeft je lichaam wel aan van, ga maar naar bed, het is klaar. Ja, precies, de slavenbedrag. Ja, precies. Dus ik doe het veel meer op gevoel nu. Ja, precies. Nou, mooi. En jij hebt, zeg maar, je coachingbedrijf, kun je het zo wel noemen. Wat bieden jullie allemaal aan? Wat bied jij allemaal aan? Ja, vooral langere trajecten. Omdat, net als in de sport, het kost gewoon langere tijd om blijvend verschil te maken. Ja. En ik ben echt voor duurzaam resultaat, dus dat je samen niet alleen maar verschil gaat maken, maar ook het gaat doorgroeien. Dus we werken doorgaans een half jaar tot een jaar samen, ofwel met mij 1-op-1, of met mijn team, of middels een groepsprogramma. En daarin gaan we op alle vlakken aan de slag. Dus we gaan niet alleen maar praten over mindset, maar we gaan ook echt in actie komen. Ja. En daarnaast werk ik ook samen met heel veel andere topsporters, topondernemers, die dan ook met je mee gaan denken. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld volgend weekend een weekend van 2 dagen, ook speciaal voor ondernemers. En dan komt ook wereldkampioen kickboksen langs en die komt met ze sparren. En niet om een bokslesje te volgen, nee, ze komt echt wel slaan. Ja. Van hoe reageer jij als je geslagen wordt? Vecht je terug? Of ga jij in een hoekje zitten huilen? Of ren je daar helemaal voor weg? Ja. Dus ik leg dingen wel echt bloot. Mensen kunnen natuurlijk wel tegen mij zeggen, oh, ik heb heel veel discipline. Oké, leuk. Laat het maar zien. Ja. Dus zo gaan we op alle fronten ermee aan de slag. Maar niet alleen maar met het sportstukje, maar ook met meditatie. Ook natuurlijk met het stukje kou. Ook met een stukje voeding. Ook met een stukje ondernemerschap. Ja. Zo doe ik dat. Nou, ik geloof ook wel in dat je gewoon alle facetten pakt. Ja, want je kan niet zeggen, oké, ik ga super gedisciplineerd zijn in mijn voeding, maar in mijn leven daarbuiten ben ik dat niet. En dan ga ik de hele dag zitten scrollen op sociale media. Dat werkt niet zo. Nee, klopt. Ik ben met je eens. Ik gaf net voor de corona, gelukkig nog, toch heb ik ook een lezing aan een hele groep ondernemers, directeur in Friesland. En dan ga ik ook aan helpen over mindset, meditatie en zo. En toen heel langzaam kwam toch een paar van, wat was ik in de koffie? En al bijna zo stiekem van, ja, een beetje mee bezig. Ja, ik vind het heel spannend, hè? Ja, die denk je wel. Maar ja, dat is volgens mij ook de basis van ook een stabiele onderneming. Want ja, je kan wel heel mooi gaan ondernemen als je helemaal rotrent. Mensen denken ook dat het heel slecht moet gaan voordat je aan je mindset mag werken. Dus ik heb wel eens dat ik mensen spreek en zeg, ja, maar het gaat helemaal niet zo slecht. En dan leg ik ook uit van, ja, maar ik ben er niet voor de mensen met wie het slecht gaat. En er zijn hele goede burn-out coaches voor, of depressiecoaches, of noem maar op. Of loopbaancoaching, dat ben ik ook niet. Ja. Ik ben er juist voor de mensen met wie het op zich wel goed gaat, maar die gewoon voelen dat ze er meer uit kunnen halen. Ja. En juist die ondernemers vind ik daarom heel gaaf om te begeleiden. Want als het beter met je onderneming gaat, dan kun je ook meer mensen daarmee helpen en meer impact maken. Ja, dat was ook altijd zo'n standaard woord druk. Weet je, hoe is het? Ja, druk. Oh, vreselijk. Dus hoe is het? Ja, goed. Oké, druk? Nou, nee. Nee, druk zijn dus echt versukkels. Gaat het dan niet goed met het bedrijf? Wel, maar we hebben mensen in dienst en die moeten dat werk doen. En als die dat goed doen, dan heb ik het niet druk. Nee, dus, en als het voelt als druk, dan en te druk helemaal, dan doe je ook iets niet goed, denk ik. Dan doe je of iets wat je niet leuk vindt. Want we hadden het net even in de voorbespreking ook toch wel over dat we soms hele volle dagen maken, maar het voelt helemaal niet als werken. Nee. Dus als je nu zou vragen aan mij van hoe gaat het? Ik had vanochtend toevallig een belletje met een van mijn teamleden en zei, zo jouw echt, dan is het wel vol. Ja. Maar ik ervaar helemaal niet alsof dat te veel is. Nee, dat is bij mij ook. En ik denk als het mooi weer is, dan gaan we naar buiten of dan skippen we wat. Precies. Ja. En die flexibiliteit vind ik altijd wel mooi. Ja. Ja. En hoe vaak doe jij nu, want we gaan even naar de kou. Ja, je had hem al aangestipt, je ijsbadje, je water, hoe vaak doe jij dit? Ja, ik ga elke dag het koude water in, douche koud in de ochtend. Dus die weerstand zoek ik goed op en dan merk ik ook wat het resultaat is. Want
ik stap er zo in en ik kan dat heel makkelijk loslaten. Ja. Terwijl als je dat één keer in de week doet, of één keer in de twee weken, of nog minder vaak, dan heb je elke keer weer heel erg die strijd. Ja. Dus hetzelfde als met trainen, als je nooit je benen traint en dan ga je een keer leg day doen, misschien heb je dat wel eens gehad, kan je een paar dagen niet lopen. Nee, dan heb je spierpijn. Ja, terwijl als je dat drie keer in de week gaat doen, dan voel je het wel, maar dan de dag daarna ben je alweer hersteld. Ja, precies. En jouw ambitie met de zaak, waar wil je naartoe? Mijn eigen ambitie is om Nederland het gelukkigste land te maken van Nederland van de wereld. Nou, daar doen we graag aan mee. Ja, en dan niet korte termijn geluk. Dus geen seks, chocola, Netflix, maar echt voldoening. Oh. Helaas, helaas. Anders dan was ik een andere bedrijf. Gaan we er wel bij? Of? Gedoseerd. Ja. Dus om mensen eigenlijk die missie weer terug te geven, het stukje voldoening. En een middel daarvoor is dus om ondernemers te coachen. Maar ook om mensen zo goed mogelijk te helpen. Dus ik heb niet de ambitie om zoals een Michael Pilatschik of een 365 dagen succesvol zoveel mogelijk mensen te helpen. Ja. En voor hele zalen te spreken en een klein beetje impact te maken. Ja. Maar om echt de levens van mensen te transformeren. Ja. En op die manier ga je effect hebben, ook al kan je dat helemaal niet direct zien. Nee, ik denk dat het ook wel goed is dat je zo gewoon een half jaar of een jaar traject hebt. Want dat hoor je ook vaak genoeg en je ziet ook al die mensen die dan naar zo'n event gaan, ze zijn allemaal zwaar gemotiveerd. Oh ja, en dan twee dagen later van het is allemaal weer klaar. Dan hadden we van de week ook nog zo'n gesprek, verder moet wel een bepaalde follow-up komen, want anders heeft het helemaal geen zin. Nee, we hebben allemaal die stem in ons hoofd die ons comfortabel wil houden en als iemand dan tegen je spreekt en je motiveert, dan kan het voelen alsof je heel gemotiveerd bent en daarom geloof ik niet in motivatie, want als die motivatie er niet meer is, dan doe je het niet. Nee. En dat is precies het probleem. Ja, oh ja, dus ik heb er niet eens over nagedacht, maar ik vind het wel heel mooi gezegd. Maar ik vind het met name ook daarom zo mooi dat jouw product ook is gewoon lange termijn en niet van je komt even. Want dat is eigenlijk heel makkelijk, want dan gaan ze altijd blij weg. Ja, en dat is... Want dat was weer leuk om er daarna niks meer mee te doen, want dan gaan ze weer naar de volgende event en dan zijn ze ook weer helemaal zo blij. Zo zonde, nee. Ja, en uiteindelijk doen ze niks. Wat ik ook al zei net tegen in de voorbespreking, als mensen mijn boek bestellen, stoppen met uitstellen, dan bel ik ze allemaal na. Ja. Want je bestelt misschien vanuit inspiratie, bestel je dat boek. Ja. En ik denk dat de helft van de mensen dan tegen me zegt aan de telefoon, ja, ik heb het boek nog niet gelezen. Maar omdat ik ze bel, dan gaan ze het wel weer lezen. Dus dan is het weer even een reminder. Ja. Terwijl als je naar deze podcast luistert, dan kan je misschien denk ik ook gaan in actie komen en dan morgen val je toch weer terug. Ja, je stipt er wel aan. Jan Boek, je hebt een ontzettend mooi boek geschreven. Ik ga zijn boek schrijven. Dat was niet echt mijn eigen idee. Oh. Het was het idee van andere mensen. Die zeiden van wanneer komt het boek? Ja. En ik had toen heel veel 1-op-1 klanten en niet echt tijd voor nog meer 1-op-1 klanten. Maar ik wilde wel mijn boodschap delen. Ja. Dus toen heb ik mijn agenda 2 weken leeggemaakt. En toen in 2 weken dat boek geschreven. Ja. En stoppen met uitstellen. En dan leer ik je mijn methode, hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. En ook de methode die heel veel topsporters, topondernemers en andere experts gebruiken. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan en ik ben nog steeds heel blij dat ik dat boek heb geschreven, maar ik vond het niet leuk om te doen. Ik heb zelf ook een boek geschreven, dus ik vind het proces moeilijk. Vooral als je dan klaar hebt, dan alle check-ups weer. Dat kost zo veel tijd en dan van wat staat 80% af is fijn en daarna zijn heel veel weer staan. Ja, en daarna, wat bedoel je hiermee? En ik heb, dat staat er toch, weet je, maar schat dat dan. Precies. Dus en dan nog de foutjes natuurlijk. Dus ik heb je boek gelezen, ik vind het ontzettend mooi. En wat ook gewoon, je kan in gewoon hele duidelijke taal uitleggen wat het is. Ja, gewoon no nonsens. Ja, en, zo ben je ook. Ja. Ja. Ja, dat vind ik echt mooi. Dus moeten ze naar jouw site, kunnen ze daar bestellen? Ja, via isabellefeteris.com en dan /boek. Ja. En dan als je hem bestelt, dan maak ik er ook een mooi pakketje van. Ja, dat met een handgeschreven kaartje en pen erbij. Want ik wil ook dat mensen echt in het boek gaan schrijven. Ook al voelt dat misschien als iets wat niet mag. We willen vaak het boek heel mooi houden. Terwijl ik vind dat we dat lekker moeten bewerken. Ga erin markeren, schrijven, onderstrepen. Ja, daar heb je echt alle ruimte ook voor. Je hebt echt een ontzettend mooi boek. Heel veel dingen, dat was waar ik zelf ook op aan. Heb ik zelf ook over gehad. En je hebt het echt mooi beschreven. Dus ik zou zeggen, even naar de site kopen. Ja, zeker. Ja. Hey, en hoe ziet jouw dag er nu verder uit? Heb je nog spannende dingen? Vanavond weer lekker trainen. Nou, ik heb het allemaal gedaan. Ik train eigenlijk het liefst aan het einde van de middag. Dat is fysiek gezien ook het beste, want dan is je lichaamstemperatuur optimaal. Als ik te laat train in de avond, dan slaap ik slechter. Nee. En als ik te vroeg train in de ochtend, dan gebruik ik al mijn wilskracht voor de training. En dan ben ik de rest van de dag heel moe. Ja. Dus dan gaat het weer ten koste van mijn onderneming. En op dit moment staat mijn onderneming op 1. Ja. Dus dan
plan ik het trainen in rondom mijn bedrijf in plaats van andersom. Ja. Dus ik train nu vanavond om 7 uur 's avonds gepland, dat vind ik eigenlijk net iets te laat. Ja. In het weekend ga ik altijd om 8:30 's ochtends en meestal door de week om een uurtje of 5. Ja, ik heb altijd 's ochtends. Ik heb ook al, als ik dan om 4 uur ga, dan loop ik wel eens rond en wat doe ik hier en denk ik, ach, nou, dat zou maar even in. Ja. En 4 uur dan moet ik net iets vroeg stoppen met werken ook. Vaak zit ik er dan net lekker in, want ik neem ook al 1,5 uur lunchpauze. Dus dan begin ik weer. Ik snap dan nu ook waarom, want je hebt zoveel vrijheden, dat kom ik er ook niet doorheen. Nou, en ik wil leuke, ja, ook. En ik wil leuke dingen doen in mijn lunchpauze. Dat ik gewoon weer echt met een opgeladen mindset begin. Ja. Dus dan ga ik vaak in mijn pauze ga ik buiten zwemmen, even een rondje fietsen. Ja. Als er markt is, even daar overheen in het dorp. Dat soort dingen allemaal doen. En hoe vaak sport jij? 5 keer per week. Ja. Ik had dat ding, je sportte wel 7 keer en dan 2 keer per dag en zo. Nee. Dat valt best mee. Ja, je ziet dat veel sporters wel doen, maar... als je kijkt natuurlijk naar de SRA-cycle, dan is de S staat voor je stimulus, de R is voor je recovery en de A is voor je adaptation. Ja. Dus als je je biceps gaat trainen, dan maak je spieren een beetje kapot. En dan ga je herstellen, dan ben je weer op hetzelfde niveau en daarna heb je supercompensatie. Dus dan word je beter dan het punt dat je ging trainen. En dan wil je nog een keer trainen. Ja. En wat ik zie, wat heel veel topsporters doen en ook mensen in het dagelijks leven, die denken dat meer beter is. Dus dan ga je alweer trainen nog voordat je die supercompensatie hebt. Dan ben je alleen nog maar hersteld. Ja. En dan blijf je dus hangen op hetzelfde niveau. Of ga je zelfs achteruit. Dus ik ben ook een van de sterkste van de wereld geworden met maar 4 keer per week trainen. Ja. Maar dan wel alles geven in die training. En dan heb je ook wel echt 48 uur herstel nodig. Ja. En doe je dan daarna koud afdoen, een bad of zo om snel te herstellen? Of ja, vooral warmte. Ja, de warmte stimuleert je spierherstel. Als je direct naar je krachttraining in een ijsbad gaat, dat is suboptimaal voor je herstel. Daar wil je eigenlijk een uur mee wachten. En ademhalingsoefeningen, gezond eten, op tijd naar bed, ook wel actief herstel, yoga, wandelen, dat hielp om snel te herstellen. Ja, dat doen we wel vaker ook. Hè? Dan is er ook sport bij wielrenners. Dan gaan ze yoga doen en dan ineens kun je spieren weer heel anders belasten. En dan is ineens veel beter. Ja, dat vergeten we vaak. Ja. En gelukkig komt dat steeds meer, maar dat als je een sport doet, dat je ook andere sporten ernaast gaat doen om weer beter te worden in je oorspronkelijke sport. Ja, dat is heel mooi. Wij doen het pot met de zaak ook. Dan gaan we ook mindfulnesscursus en ijsbadworkshops. Maar ook wel zeggen, ja, weet je, jullie zijn nog goed in je vak en je kan allemaal diploma's erbij halen om nog betere jeugdzorgwerker te worden. Maar er is soms wat anders te doen, wat je als persoon beter, dan kun je weer beter worden in je vak. Ja, maar Grit heeft ook een onderneming en we hadden ook de discussie van oké, dan ga je budget vrijmaken voor hun ontwikkeling. Waar mogen ze dat aan besteden? Mogen ze dan als ze technische dingen doen in het bedrijf, mogen ze dan Engels gaan studeren of Russisch? En toen gaf ik dat ook terug van want het maakt je als mens ook beter, dus waarom zou je daar niet in willen investeren? Het is ook een stukje discipline om die taal te gaan leren en creatief denken. Ja, ben ik met je eens. Hey, en, een beetje reclame makend voor jou. We gaan even een linkje natuurlijk naar jouw website zetten onder de podcast. Maar wat kunnen we daar allemaal vinden? Wat moeten ze dat doen? Ik raad de meeste mensen aan om gewoon mijn boek te bestellen. Ja. En voor mijn ideale doelgroep ben ik heel aantrekkelijk. En voor mijn niet-ideale doelgroep ben ik afstotelijk. Ja. Dus dan voel je vanzelf wel van klopt het wel of niet. Dus ga sowieso het boek bestellen. Ja. Ik geef ook offline workshops, de Mindset Bootcamp, waarin we gewoon in 6 uur of 3 uur aan de slag gaan op locatie. Om een plan te maken om je brein te gaan trainen. Dus dan zie je mij ook fysiek en heb je ook de mogelijkheid natuurlijk om mij al je vragen te stellen. Ja. En daarnaast kan je ook bij mij het ijsbad ingaan. Dus die kan je ook op de website vinden. Ja. En mijn begeleiding is voor bijna niemand. Dus daarvoor zal je eerst een gesprek moeten aanvragen en dan kijken of er wel geen match is. Dus dat kan je niet zomaar online ergens kopen. Ja, dat vind ik wel heel leuk dat je dat zegt. Van, en waar moeten mensen aan voldoen? Hoeveel moeten ze kunnen bankdrukken om met jou? Nou, je moet sowieso in ieder geval of het boek hebben gekocht of de bootcamp hebben gedaan. Ja. Dat je in ieder geval bekend bent met de methode. Ja. En dan gaan we in gesprek en dan moet er een klik zijn. Dat vind ik ook belangrijk. En er moet een commitment zijn. Dat je bereid bent natuurlijk om tijd, geld en energie in jezelf te investeren. Ja. En dat je bereid bent om afscheid te nemen van je oude patronen. Ja. En een heleboel mensen zijn dat niet. Nee, daar wil je geen tijd in steken. En ook voor hen, dan is het ook zonde om met mij aan de slag te gaan. Als ik al voel van het werk niet, dan gaan ze daar zelf tijd in steken. Dat is ook zonde. Ja, en ik sta ook 100% garant voor al mijn producten. Dus als mensen niet tevreden zijn, dan krijgen ze ook al het geld teruggestort. Of het nou het boek is, of de workshop, of de 1-op-1 coaching. Dus
Daarom is er ook hele strenge selectie aan de poort, omdat ik gewoon heel erg geloof in de producten. Maar het is niet alleen maar het product, maar ook de persoon die zo goed werkt. Hartstikke goed, mooi zo houden. Ja. En socials, ook Isabelle Verteres. Ja, overal. Allemaal met een F trouwens, als je denkt, ik ben met een F. Ja, YouTube, podcast, ja, Instagram. Dat is een naam, Verteres. Ja, het komt uit het Grieks, van de oude betekent het. Ja, het is weinig Verteres in Nederland. Dus mensen die, mijn vader is ook redelijk bekend in zijn eigen sector. Dus dan zeggen ze wel eens van, oh, Maarten Verteres. Is dat familie? Ja, dat is mijn vader. Ja, oké. Okay. Verder zijn er niet zo heel veel Verteres. Nee, precies. Nee. Dus ik dacht ook toen ik hier dacht van, oh, hoe spreek ik dat nou uit? Dus ik denk, ja, Verteres, maar ik denk, misschien zeg ik het heel anders. Maar... Ja, nee, dat klopt. Ja, nou, dat goed. Nou ja, dan denk ik dat we gewoon iedereen even verwijzen naar de website. Ga er vooral kijken. Naar de boek zou ik sowieso komen. Dus echt, twee tientjes, dat is echt een no-brainer voor de waarde die je krijgt. Ja, want er staat echt veel waarde in. Dus, dat kan ik alleen maar beamen. Ja. Dus voor nu wil ik jou ontzettend bedanken. Dat jij mij hebt ontvangen hier in je huis. Ontzettend mooie plek. We gaan nog even een ijsbad in, of gingen we doen? Ijsbad? Of, nee, gewoon koud water in. Koud natuurwater. Ja. Oh, nou, Joske gaat nu lachen, want ik was hekel aan natuurwater. Ik vond het in mijn ijsbad. Dus, ja, dat is voor jou ook comfortabel. Dus dat wordt helemaal leuk. Dus nu al zin in, ik heb mijn spulletjes mee. Dus we gaan ons zo weer omkleden en dan gaan we erin. En alle luisteraars weer bedankt voor het luisteren. Mooi dat jullie dat we gedaan hebben. En we zeggen altijd, ga dan naar onze website inspiratie.nl. Heb je een gratis e-book met allerlei leuke tips over koudtraining. En we geven onze workshops en ga ook nog eens even wat oude podcasts terugluisteren. Daar staan ook allemaal hele interessante mensen in die ook allemaal workshops geven. Dus er is genoeg te doen. En voor nu bedankt voor het luisteren. Isabel, nogmaals dank. De kat. Sophie ook bedankt. Die heeft heerlijk tussen ons ingelegen. Stil geweest. Ja, ik heb er af en toe wat flink zitten. Ah ja, het is echt een ontzettend mooie kat. Poes. En dan wil iedereen bedanken en graag tot volgende week vrijdag.